Als ik zo zie voor mij, hoe dat, dat voor mij geweest is in die periode, dan denk ik aan, aan twee zaken. Enerzijds is het zo dat bij Maria haar ziekte heel geleidelijk gelopen is. En ik heb ooit, of het wordt nog wel gezegd: eh, mantelzorger, dat, daar rolt je in voordat je het weet. Eh, je pakt iets aan, je helpt wat, je helpt nog wat, je helpt nog wat verder, je gaat nog iets meer. En voordat je het weet, je eigenlijk, is je leven eigenlijk al een heel stuk ingebouwd in helpen van. Maar het is toch wel zo dat op een bepaald moment dat je constateert van, hé, dat heeft hier ook zijn gevolgen. Zijn beperkingen ook een beetje, van eh, als ik dat doe, als ik daarvoor zorg, ja, dan kan ik ondertussen dat niet doen. Misschien prettige dingen, misschien andere zaken, weet ik veel. En op een bepaald moment moet je wel een beetje de knop omdraaien, denk ik. Allee, voor mij was dat toch wel. Ik kan dan niet zeggen dan of dan, maar op een bepaald moment is het toch wel zoiets geweest van. hé, hey, waar ben ik mee bezig? We staan hier zo ver. Uh, ik ben mantelzorger, maar op dat moment, of op een bepaald moment, zo, toch voor jezelf uitmaken: wel, ik ga daarmee door. Dus. Het is als het ware een keuze die je op dat moment maakt van, goed, die richting gaan we uit en we gaan voort. En vanaf dat moment uh, worden er ook een aantal dingen, eens je die keuze gemaakt hebt, worden er ook dingen minder belangrijk. Dingen die anders misschien heel belangrijk leken en dergelijke. Nu, uh, ik heb er ook op geen enkel moment spijt van gehad van die keuze, omdat je eigenlijk heel wat terugkrijgt. Naast de zorg, die natuurlijk wel groter en groter wordt, eh, toch ook heel veel dankbaarheid, toch in haar geval, dat was toch op bepaalde momenten heel duidelijk. En, ja, en het besef eh, dat je samen op weg zit.